die het vorige seizoen zowel in de voorjaarsklassiekers als in de Tour prachtig heeft gereden. En dat nu waarschijnlijk ook zal kunnen. Marc Sergeant neemt daar de leiding over en dan is er een lichte aarzeling. Dit is Sergeant. Paul Hagedoorn. Even een paar meter ruimte. Sergeant en Hagedoorn. Nu ineens wel. Lange tijd niet. Maar geen sprake van dat die twee kunnen wegkomen. Dat willen ze ook niet. Want ze weten toch wel dat ze niet buiten bereik van Raas en zijn metgezellen kunnen blijven. Somber weer. Zwaar wolkendek. Af en toe regen. En af en toe heel aarzelend de zon. Johan van der Velde. In dienst dus van Jan Raas. Ludo Peters. Hij wilde eigenlijk niet starten in de Ronde van Vlaanderen. Maar Raas zei tegen hem, niks ervan. Ik heb je nodig. Je komt maar. En u ziet dat de Zeeuw het goed heeft gezien. Ludo Peters is toch zeg maar zijn meesterknecht in de klassiekers. Maar is zelf ook in staat om te winnen hoor. Hij heeft al twee keer Parijs-Brussel gewonnen. En vorig jaar Rundum den Henninger Turm, de enige Duitse klassieker. En eindelijk komt ook Guy Nulens naar voren. Een man van de ploeg van Fred de Bruyne, ploegmakker van Henny Kuiper, van Adrie van der Poel en van Erik van der Aarde. De jonge Belg die met een lichte hersenschudding niet is kunnen starten. Hij viel, zoals zoveel dit voorjaar zijn gevallen, in de driedaagse van de pannen, haalde zijn gezicht open. Aanvankelijk zag het niet zo ernstig uit. Maar de doktoren hebben hem toch verboden, althans stellig aangeraden, om maar niet die 272 kilometer van de Ronde van Vlaanderen aan te vatten. En misschien te wachten op Gent-Wevelgem, die later deze week verreden wordt. Op gevaar af in herhaling te vervallen zijn nog maar eens gezegd dat dit nog steeds beelden zijn die eerder vandaag zijn opgenomen. Neem aan dat we over enkele minuten met de rechtstreekse beelden bij u kunnen zijn. Voorlopig zijn dit nog opgenomen beelden van eerder op de middag. We verlaten de koproep even om te kijken naar het verschil ten opzichte van de achtervolgers. Het ziet er toch vrij interessant uit zo langzamerhand. U ziet ook hoe dat wegdek glimt van weer een regenbui die is neergevallen. Het is inderdaad opvallend, Jean memoreerde dat al, dat het zoveel valpartijen zijn geweest dit voorjaar. Ook vandaag, hebben ze u doorgegeven, zijn weer een paar renners vroegtijdig met de ambulance uit de koers afgevoerd. En dat is toch jammer. We kennen natuurlijk de bekendere namen als Gerry Kneteman, Sean Kelly ook deze week. En we kijken naar beelden van de Molenberg. Dat is dan de 8e beklimming uit de Ronde van Vlaanderen op 85 kilometer voor de aankomstlijn hier in Ninove-Meerbeke. Een situatie waarin nog altijd die 8 man aan de leiding gaan, waarvan u zo langzamerhand de namen kent, mag ik aan. Raas, Peters, Van der Velde. Marc Sergeant. Michel Pollentier, een paar jaar geleden nog winnaar van de Ronde van Vlaanderen. En Paul Hagedoorn. Die overwinning van Pollentier zult u zich ongetwijfeld nog herinneren, omdat het een onverwachte was. Immers, hij kwam toen in het gezelschap van niet minder dan Francesco Moser en Jan Raas naar de finishlijn toe met z'n drieën. En die had toen nog zijn geld durven zetten op Pollentier. Hij won wel overigens. Die Molenberg, die hebben ze er opnieuw ingehaald. En daar zijn de renners niet zo tevreden over. Het is heel slecht wegdek, glibberig.
En de renners verwijten de organisatoren dat ze de koersen steeds moeilijker maken. Ze zeggen ze zijn met een vergrootglas op zoek in het landschap naar een helling die nog slecht ligt. U zag de doorkomst, u ziet die. Raas voor Sergeant en Peters. En het wordt steeds maar moeilijker. En elke koers die ze organiseren zijn ze op zoek naar dit soort bulten en wij moeten er maar allemaal overheen. Wel nu, deze 12 hellingen van deze Ronde van Vlaanderen betekenen tezamen bijna 10 kilometer klimmen. Stelt u zich voor, in zo'n vlak Vlaams land hebben de organisatoren toch nog 9 kilometer en 550 meter klimmen bij elkaar kunnen zoeken. Verdeeld dus over 12 hellingen. En we hebben, zoals gezegd, daarnet de 8e gehad. We krijgen nog de Berendries, de pijpketel, de muur van Gerardsbergen, die u waarschijnlijk live zult gaan zien, die beklimming, en de Bosberg. En die muur van Gerardsbergen, dat zei ik nu al, als we straks live erin komen, die is gesitueerd op 29 kilometer van de aankomst. Dat betekent op 13 kilometer voordat de renners hier voor de eerste keer passeren, want ze moeten nog een plaatselijke ronde van 12 kilometer. En in die 12 kilometer kan nog heel wat gebeuren. Want de verschillen, zoals die tot nog toe, we blijven even bij deze beelden, zijn, blijven binnen de minuut. Colijn in achtervolging op de 8 vooraan. Colijn die is gekomen tot 200 meter, tot 100 meter. En we hebben nog geen bericht uit de koers dat de aansluiting door deze jonge man ook inderdaad is gerealiseerd. Als dat zo zou zijn, dan is het een prestatie van eerste orde. Want die 8 vooraan, die staan niet stil. En zeker niet onder aanvoering van Jan Raas, die natuurlijk het tempo erin houdt, die zijn ploegmakkers telkens weer opzweept. Ze weten dat ze de koers in handen hebben en nu is het de kunst om ze in handen te houden. Dat zou het spel moeten zijn. Wat dat betreft moet je even onderstrepen dat de voorsprong van zo'n 30 seconden nu al kilometers lang eigenlijk onveranderd is gebleven. Niet groter wordt, ook niet kleiner, maar ook niet groter. Van der Velde leidt de kopgroep. Waarvan, u heeft dat begrepen, de achtervolging is ingezet door met name Luc Colijn. Johan van der Velde, die een voortreffelijke indruk maakte eerder dit seizoen al, heeft een goed voorseizoen gereden. En ook vandaag, Johan memoreerde dat als aanvoerder van het peloton toen er nog heel vroeg in de koers twee man weg waren. Dat waren overigens Gerrit van Gestel en Luc Govaerts, die zo'n 100 kilometer solo met z'n twee hebben gereden. En een maximale voorsprong van 8,5 minuut kenden. Raas, Sergeant, Peters en Anderson. Peters nu weer aan de leiding. Raas in zijn wiel. Ja, zij zullen het toch moeten doen. Zij zullen het tempo hoog moeten houden. Dat is duidelijk. Willen ze niet in de greep raken van die achtervolgende tweede groep. Een groep met ruim 20 renners. Met daarbij nogal wat bekende namen. U heeft het daarnet gehoord. Paul Hagedoorn. Aan de leiding nu van dit groepje. Het Pollentier. En ja, dan is het eigenlijk dat we nu met z'n allen min of meer zitten te wachten op die rechtstreeks beelden. Want het is natuurlijk wel aardig om te kijken naar alles wat er eerder op die dag gebeurd is. Maar zo langzamerhand begin je af te vragen hoe de rechtstreekse situatie op dit moment zou kunnen zijn. En nogmaals gezegd, ik mag aannemen dat we daar niet al te lang meer op hoeven te wachten. Omdat we zeker in staat gesteld zullen worden via de collega's van de BRT om u de rechtstreekse beklimming van die muur van Gerardsbergen mee te doen beleven. Want dat nu is een punt in het parcours dat wel eens van heel groot belang zou kunnen blijken te zijn. Guy Nulens heeft zich weer genesteld aan de leiding van de kopgroep. Hij doet dat niet zo vaak, maar af en toe zie je toch ook hem naar voren schuiven.
Het ging er toch op Duits aan dat, behalve die mannen van Porsche, ook die andere renners in deze groep eigenlijk best het prettig zullen vinden om vooruit te blijven. Uit de koers krijgen we nu melding dat de voorsprong van de kopgroep zou zijn aangegroeid tot 2 minuten en 50 seconden. En dat zich een 9e man daarbij heeft gevoegd. En dat moet Luc Collijn zijn, waarover ik eerder heb gesproken. We hebben daar nog geen definitieve bevestiging van. Het is dus een bericht dat ons bereikt. En ik geef het door met alle voorzichtigheid van dien. 2 minuten en 50 seconden zou de voorsprong zijn voor de 8 die ik u al meermalen met collega Heijnsen genoemd heb. En daarbij zou ook Luc Collijn zich bevinden. Luc Collijn is een man die dit jaar al derde is geëindigd in de omloop het volk. Op 2 minuten en 27 seconden van het leidende duo toen Raas en De Wolf. En hij heeft pas vorige week nog de koers in Ledegem gewonnen. En als je in deze tijd van het jaar een koers wint in België, waar nog zoveel zonder overwinning zitten, dan moet je hard kunnen fietsen. Het zou vrij opzienbaar zijn dat de voorsprong zo snel tot zo'n grote omvang zou zijn uitgegroeid. Maar we zullen dat straks kunnen checken als we de rechtstreeks beelden krijgen. 2 minuten 50 is natuurlijk nogal wat. We kijken vanuit de helikopter weer neer op de kopgroep. Hier nog 8 man sterk. Dezelfde 8 die u zo langzamerhand kent. En dan moet het zo zijn dat de eenzame man die we net daarvoor even in beeld hadden, in achtervolging op deze groep inderdaad Luc Collijn zou moeten zijn. Die zich dan, mag je aannemen, zometeen in deze groep zal scharen. De Buikberg op 82 kilometer van de aankomst. Dat zijn er steeds Amplexbeelden dus. Die nog geen realiteit geven voor de situatie van dit moment. Dit zijn nog de 8. Nulens, Andersen, Sergeant, Volontier, Raas, Peters, Van der Velde, Hagedoorn. Smalle wegen. Is maar goed dat zich hier een sterke kopgroep heeft gevormd. Dat de peloton uit elkaar is geslagen. Want met 188 eenheden gestart. Nou, je moet geen last van claustrofobie hebben om te midden van die sturen en remmen en al datgene om je heen daar je weg over te vinden over dit soort smalle wegen. Volontier voorop, Nulens voorop, Sergeant erachter. Heel moeilijk, dit stuk. Een nieuw stuk in het parcours. Daar zijn de heren zo kwaad over geworden die het moeten afleggen met die keihard gepompte bandjes. Het schokken dat doordringt tot in de schouders en tot in het hoofd. Dat tenslotte gaat pijn doen in de polsen en in de handen. Dat behoort allemaal tot de lijdensweg van degene die zich hier straks in een favoriete positie in Meerbeke voor een sprint of voor een solo aankomst kunnen melden. En willen melden. Guy Nulens was als amateur een topper. Hij heeft een aarzelende start gemaakt als beroepsrenner. Leek een paar jaar er niet te komen, maar is nu misschien bezig aan een doorbraak. Renners nemen afstand op deze moeilijke weg. Kunnen dan zien waar de putten liggen en welke gaten ze moeten ontwijken ten einde wiel- of bandbreuk te voorkomen. Nog altijd Nulens, Sergeant in tweede positie, de rest volgt. En de een kiest de linkerzijde van de weg en de andere zijde. En met geoefend oog zoeken deze professionals naar het best bereidbare stukje van de weg. Dat kan soms enkele centimeters maar zijn, een stukje reepje asfalt. Wat dat betreft is het natuurlijk bepaald niet onverstandig van zo'n Nulens om
juist op dit stuk maar de koppositie te nemen. Om het goede zicht te hebben op de weg voor je. Sergeant. Handjes op het stuur. Volunteer, Raas, Anderson erachter. Ja, het is toch een interessante koproep hoor. Als zo'n koproep weg zou blijven, dan ben je eigenlijk, ja, min of meer moreel zo'n wel verplicht om, als je met drie man in zo'n koproep zit, op zijn minst een winnaar af te leveren. En dat is natuurlijk een plicht die toch drukt. Als die mannen bij elkaar blijven, dan zie je dus straks het spel dat dus Ludo Peters weggaat. Misschien dat Van der Velde een poging doet. En degene die die mannen gaan halen, die zijn meteen geklopt. En als ze weer bij elkaar komen, dan is natuurlijk de kans voor Raas daar. Ik memoreer dat Jan Raas weer deze week sprintles heeft gegeven, of het is alweer de vorige week, toen hij op de eerste dag van de pannen even het hele pak, het hele peloton klopte. En met zo'n groot machtsvertoon dat hij in zijn topjaren, toen hij dus vele massasprints won, dat hij toen ongeveer dezelfde indruk maakte. Ik bedoel met topjaren, de topjaren als sprinter. Want als klassiek wegrenner is hij nog steeds zonder sleet. We zijn met de helikopter in beeld nu rechtstreeks in de uitzending. Gedaan is het met deze lange Ampex. En we zitten op 2 kilometer voor de muur van Gerardsbergen. We zullen zo aanstonds gaan zien wat er van die kopgroep over is. En wie daar op die hele steile muur van Gerardsbergen, die kapelmuur met een stijgingspercentage van 18%, daar zich aan dienen. Kienulens, Anderson, Raas, Volunteer, Peters en Hagendoorn. Dat betekent dat, oh ja, daar zijn ze. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 9. Dus Colijn moet erbij zijn. Zoals we al veronderstelden. En de voorsprong zal dan ook wel kloppen. 2 minuten en 50 seconden. Dat betekent dat wij ons kunnen gaan opmaken. Want we zitten hier op 31 kilometer voor de aankomst. Niet zo ver meer. Dat betekent dat we ons kunnen gaan opmaken voor het eindspel. Het eindspel in deze ronde van Vlaanderen. Misschien dat er een weggaat op de muur van Gerardsbergen. Ik ben benieuwd naar de houding van Jan Raas daar. Raas die zowel op de Oude Quaremont, dat was de eerste berg na 140 kilometer, als op de Koppenberg, dat was de tweede berg die we gezien hebben, in voorste lijn passeerde. Niemand kon eigenlijk naast hem blijven, laat staan van vlak in zijn wiel. Hij fietste ze er allemaal af. En dat betekent dat Jan Raas een grote dag heeft. Een grote dag, zoals hij elk jaar wel een paar grote dagen heeft. Want het vorig jaar, weet u het nog, won hij door in de laatste kilometers weg te gaan, achtereenvolgens in 10 dagen tijd de Amstel Gold Race en op schitterende wijze Parijs-Roubaix. Deze ronde van Vlaanderen heeft Raas overigens al 1 keer op zijn naam geschreven. In 1979 was dat. Van de 66 edities van deze ronde die we tot nu toe gehad hebben, is maar liefst 51 keer de overwinning bij een Belg terechtgekomen. En in het rijtje van landen volgt dan Nederland met 6 overwinningen, waarvan Raas dus Kuiper, die in 1981. Op magistrale wijze mag je nog wel zeggen, u herinnert zich dat wellicht, deze ronde van Vlaanderen won. We kijken naar de kopgroep die zich zo langzamerhand weet in de buurt van Gerardsbergen. Het stadje met die verraderlijke klim. 39 kilometer van de aankomstlijn gelegen. Dat wil zeggen, 12 kilometer moet u daar dan eigenlijk aftellen, omdat ze de aankomstlijn 2 keer passeren. Ze komen hier langs en dan nog een plaatselijke ronde van 12 kilometer. Negen man sterk, die kopgroep. Interessant van samenstelling. We hebben u daar al meerdere malen over geïnformeerd. En we kijken naar Michel Pollentier. Winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 1980. Naar Jan Raas. Naar Paul Hagedoorn. Man daar in dat geblokte shirt. Dan naar Phil Anderson.
De Australiër. Ludo Peters. Mark Sergeant. Guy Nulens. Johan van der Velde. En in laatste positie, maar dat lijkt me meer dan normaal, Luc Colijn, die een geweldige inspanning heeft moeten doen om in zijn eentje dat gat van die tweede groep naar die kopgroep te overbruggen. En daarin geslaagd is. Een voortreffelijke prestatie die met ere genoemd mag worden. We bevinden ons in de straten van Gerardsbergen. En gaan op weg straks naar die verraderlijke klim. De kapelmuur, maar in wielerjargon meer bekend als de muur van Gerardsbergen. Een hele stijle, hè, zo? Ja, heel stijl. Ook heel beroemd. Heeft veel geschiedenis geschreven, deze muur. Die al vele jaren een kwelgeest is voor wielrenners als zij in het Vlaamse land een belangrijke wedstrijd rijden. De muur van Gerardsbergen. Dus daar bevindt zich ook telkens jaren een grote massa volk. De echte liefhebbers weten de plekken op te zoeken. Die crossen door het Vlaamse landschap en zoeken de plekken uit waar ze dus de renners enkele keren kunnen zien. Zul je zeggen, waarom gaan ze niet keurig aan het tv-toestel zitten? Dan zitten ze ook in een fauteuil. Maar er zijn toch mensen die, zeg maar, de geur van de massageolie willen ruiken als de mannen voorbij komen. Daar zijn ze, de negen. Met een voorsprong al van 3 minuten en 50 seconden op de achtervolgende groep. 3 minuten 50. Me dunkt dat er geen sprake meer van is dat uit die achtergrond nog iemand kan terugkomen. Nee, nee. En daarvoor des te meer bewondering en waardering voor die ene man die erin geslaagd is. Luc Colijn. En die zich nu achteraan helemaal bevindt. Misschien moet hij de tol van zijn inspanningen bekopen. Dan nog heeft hij bijgedragen tot het sportieve verloop van deze Ronde van Vlaanderen. In volle klim daar. Het gaat moeizaam. De muur van Gerardsbergen is niet zo lang. 300 meter. Dan volgt nog een stukje vals plat. En dan is het op één na laatste obstakel gepasseerd. En dan ligt de weg open naar Meerbeke. Daar zijn ze. Nog steeds vrij gegroepeerd. Jan Raas op kop. Zoals op de meeste hellingen. Daarnaast Pollentierke. Maar die komt toch niet aan de leiding. Kijk eens welke macht uit Raas straalt. Hij blijft in het zadel zitten. Want dat moet je ook wel. Want anders slipt het achterwiel heel snel weg. Wie is daar in moeilijkheden? Natuurlijk Luc Colijn. Was te verwachten. Hij moet een meter of 5 prijs geven. Dat is de laatste man daar met rug nummer 171. Nulens die kan nog net volgen. En Colijn die moet proberen om het verschil zo klein mogelijk te houden. Situatie op kop Raas. In tweede positie rijdt Pollentier. In derde rijdt Ludo Peters. Dan zit daar wat verder naar achteren zit Andersen. En Pollentierke passeerde als eerste de top van de muur. Het zijn hem gegund. Raas gaat als tweede naar beneden. Ludo Peters als derde. En daar wat verder naar achter zitten dan de anderen. De groep blijft compleet. Dus het eindspel is niet voorzien op de muur. Maar verderop. Bijna 4 minuten verschil. Bedunkt dat Raas en zijn metgezellen een kloof hebben geslagen die hard aankomt. Want we hebben gehoord dat Francesco Moser, over wie heel veel publiciteit is geweest, omdat hij hier op 32-jarige leeftijd na zo'n succesvolle carrière nog eens kwam aanzetten, ten einde zijn faam opgebouwd onder meer in deze Ronde van Vlaanderen nog wat extra glans te geven in België. We hebben gehoord dat deze Moser, die toch al 3 semi-klassiekers in zijn land heeft gewonnen en beslist goed moet rijden, dat hij gelost is uit de tweede groep. Ja, en dat mag toch niet alleen wat Moser betreft misschien opmerkelijkheden, dat alleen een man als Luc Colijn in staat is gebleken om zich los te wurmen uit de greep van die tweede groep en de sprong naar de leiders heeft kunnen maken. Maar dat toch ook mensen van naam als een Henny Kuiper, een Fons de Wolf met name ook, een Gregor Braun, gewoon in die tweede groep zijn blijven hangen en
niet dichterbij, integendeel verder achterop zijn geraakt. Paul Hagedoren, Phil Anderson, wordt nog een beetje gegeten. Ja, het zal nu zo langzamerhand tijd worden. Er komt, Jean heeft gezegd, de muur van Gerardsberg is het voorlaatste obstakel. Er komt nog één klim. Dat is de Bosberg, de 12e en laatste helling uit deze ronde van Vlaanderen. En daarna is het enkel en alleen vlakke weg naar hier, Meerbeke. Je moet ook blijven eten in zo'n koers. 272 kilometer betekent 7 uur fietsen. Daaromtrent. Renners staan op om 6 uur, worden verzorgd, gaan dan goed eten. Maar je kunt niet eten in één keer om volgepropt op zo'n fiets te gaan zitten. Dat moet bijgevoed worden onderweg. Er zijn 2 bevoorradingen geweest. De eerste na 111 kilometer, de tweede wat verderop in de koers. En dan moet je blijven eten om dus voldoende brandstof aan te voeren, voldoende suikers in de spieren te krijgen. Kortom, wie niet eet is ook gezien. En dat weten de renners heel goed. Want ze rijden met die grote versnellingen uur na uur maar over die bulten. En dat kost heel veel kracht. En langzaam maar zeker wordt dan een atleet, hoe gezond en hoe sterk en hoe in topconditie ook, toch gesloopt door deze inspanning. Nog steeds dus, bij elkaar, de 9 koplopers. Tussen wie het zal gaan. Waarbij de aanwezigheid van met name een Paul Hagedoren en ook Luc Olijn toch wel verrassend is. Paul Hagedoren, buiten uw beeld, vlak voordat de directe uitzending, dus althans de rechtstreekse beelden tot ons kwamen, die heeft nog een tijdje dus gesukkeld met materiaaldefect, heeft een achterstand moeten goedmaken, dus die heeft nog een extra inspanning moeten doen. Is 23 jaar, rijdt dit seizoen al erg goed, was 4e in de Grand Prix Haute-Var, gewonnen door onze landgenoot Joop Zoetemelk. En dit is deze Luc Olijn, die die geweldige inspanning heeft gedaan. Wat meer op zijn gemak. Tippen dan zijn bril. De man uit Zeeland. Die u zo goed kent. Als u de reportages van de wielerklassiekers volgt. Dus een man die toch al jarenlang in eerste rij fietst. Elk jaar wel zijn klassieker wint. En als hij niet wint, dan is hij meestal vlak van voren. Zoals dit jaar dus in de Omloop het Volk. Tweede, Milan-San Remo. Daar was hij derde. En hier zijn we dus op de Bosberg. Of is dat een herhaling van de muur? Nee, dat is de doorkomst van de tweede groep. Die daar een achterstand heeft van 5 minuten. Kijk maar, die tweede groep. Met Kuiper, met De Wolf, met Priem, met Duclo, met Pijper, met De Meijer, enzovoorts, enzovoorts. Bijna 5 minuten. Nou, die zien het natuurlijk niet meer zitten. En die zullen niet alles meer geven. Rudy Pevenage daar in zijn gele trui voor de kleurenkijkers. 5 minuten 16 al en ze zijn nog niet boven. Ja, de koers is gestreden, maar dat wisten we al een tijdje. Het gaat tussen de 9 vooraan. Bij wie we hier weer terug zijn. Ja, het zal interessant zijn om nu, maar, en dat zal ongetwijfeld wel gebeuren, mag ik aannemen, bij die 9 leiders in de wedstrijd te blijven. Want hier moet tenslotte het spel van de finale straks worden opgevoerd. Hier moet worden uitgemaakt hoe het uiteindelijk in die laatste kilometers zal gaan. En het initiatief tot hoe het zou moeten gaan, ja, mag normaal gesproken verwacht worden van de 3 mannen van Post die in deze groep zitten. Raas met zijn maat Peters en Van der Velde, die u hier overigens op de rug ziet. Zij zouden normaal gesproken straks een, ja, laat ik maar zeggen, spervuur van demarages misschien wel moeten ontketenen. Om de overige makkers in deze groep af te matten. Maar je weet het nooit, je kunt daar nooit echt een afdoende prognose van maken hoe dat zal lopen. De man rechts in uw beeld is Luc Olijn, nogmaals op hem gewezen. Man die toch een geweldige prestatie heeft geleverd in de afgelopen uren. Een splitsing in de kopgroep. Een splitsing. Gaat dat door met Sergeant Tyre? Wie weet.
er viel een gaatje. Maar het zal wel weer worden dichtgereden. Sergeant die daar plotseling op de pedalen ging staan. Hij was trouwens verwacht hoor voor deze Ronde van Vlaanderen. Want hij heeft in de pannen op iedereen een erg sterke indruk gemaakt. Doorkomst dus op de top van de laatste berg. Daar zag u het. Sergeant voor Pollentier en Raafs. Dit is Pollentierke. Ludo Peters hier in beeld. En daar rijdt Nuland. En Colijn, die heeft heel wat geleden. Dus maar goed voor Raas, als ik even een beetje zo chauvinistisch mag zijn. Want die Luc Colijn, dat is een razendsnelle sprinter. Maar die heeft zoveel geleden door die solo-rit tussen de tweede en het eerste peloton. En omdat hij telkens moet afhaken op die laatste bergjes. Dat hij mogelijk in de finale, in de sprint, als het tot een sprint komt. En de 12 wordt geschakeld en echt macht moet worden uitgeoefend. Dat hij misschien wat tekort komt. In ieder geval alle waardering voor deze Belg. Dat sowieso. De 9 in slagorde op weg naar Meerbeke. We hebben de bergzone achter de rug. Die lag tussen de 140ste en de 247ste kilometer. 107 kilometer lang. En daarin zijn natuurlijk de krachten gesloopt. Maar tempo is nog gezwind. Al gaat Pollentierke eens even op de pedalen staan. Even na al die uren eens even de spieren laten verpozen, voor zover dat nog lukt. Er wordt nog altijd gegeten. Ik heb u gezegd waarom. Gebruikelijke zaak. En we gaan kijken en wachten op de dingen die komen gaan. Met 9 moet nu de keuze vallen. Vertrouwt men op de sprint van Jan Raas, die in Johan van Velde, die ook vrij snel is, niet tot de snelste behoort, maar toch de tweede categorie snelste behoort, en Ludo Peters, die zelf ook een sprint kan winnen. Vertrouwt men op de cohesie tussen dat drietal? Of gaat men kiezen, en die beslissing zal wel Raas nemen, gaat men kiezen voor de demarages om de tegenstanders uit te putten? Waarbij het niet is uitgesloten dat dan mogelijk een Ludo Peters voorop kan blijven. We hebben dat gezien vorig jaar in Parijs-Roubaix. Toen ging Ludo Peters in de aanval, dat noemt men de koers openen. En dankzij Ino, als er geen Ino was geweest, dan had Ludo Peters die klassieker gewonnen en niet Jan Raas. Dat is het risico dat je moet nemen. Het geluk voor de een, de pech voor de ander. Nou, dat is nou wat straks zal moeten blijken. Of inderdaad Raas het sein zal geven aan zijn beide ploegmaats om tot demarages over te gaan. Terwijl wij hier nog weer terug zijn bij zwoegende achtervolgers. Die op grote afstand van de kopgroep figureren nu in deze Ronde van Vlaanderen. En terug bij de kopgroep. U herkent Jan Raas. En Paul Hagedoorn. De man die vorig jaar overigens al eens een keer een tweede plaats haalde in een Belgische klassieker, de Waalse Pijl, meen ik. Hagedoorn werd vorig jaar 17e in deze Ronde van Vlaanderen, was 3e in de Waalse Pijl, 16e in Parijs-Roubaix. Kortom, het is een man die kort kan rijden in de klassiekers. Er wordt nu geïnterviewd de collega van de BRT. Die gaat wat inlichtingen halen. U zag in beeld hoe daar Walter Godefroot werd geïnterviewd. Walter Godefroot, de voormalige ploegleider, die nu als chauffeur van de koersdirectie in deze ronde aanwezig is. Hem werd gevraagd naar zijn verwachtingen omtrent de eindoverwinning. De eindoverwinnaar die dan zou moeten komen uit deze 9-man sterke kopgroep. En Godefroot zei, ja, normaal gesproken moet je natuurlijk zeggen dat het Raas wel zal worden. Maar echt te voorspellen dat hij het wordt durf ik op dit moment niet aan, omdat het een kopgroep is met een samenstelling waarin eigenlijk van alles nog mogelijk is. En misschien heeft Godefroot daar wel gelijk in. Tussendoor nog weer even wat van die beelden die u zo langzamerhand kent. Zwoegend tegen die rare met kasseien beplaveide hellinkjes op.
door renners die weten dat ze geklopt zijn, die misschien hun werk wel gedaan hebben, maar die toch ook proberen die eindstreep nog te halen en waarvan het misschien niet ten onrechte is dat we ze ook eens in beeld hebben. Ten slotte zijn dat ook de mensen die zo'n koers meehelpen maken. Maar het gaat natuurlijk om deze 9 man, de kopgroep met een voorsprong van zo'n dikke 5 minuten inmiddels op de achtervolgers. Nou ja, achtervolgers, mag je dat woord nog gebruiken in dit verband? Nauwelijks, denk ik. Deze 9 man die zullen moeten uitmaken onderling wie als winnaar zal worden gehuldigd van deze 67e Ronde van Vlaanderen. De klassieker van naam. Als je de Ronde van Vlaanderen wint, dan ben je iemand in dit seizoen. Heel even nog een korte terugblik voor degenen die wat later het tv-toestel hebben afgestemd op deze reportage. We zijn vanochtend om 10:50 gestart in Sint-Niklaas met 188 renners verdeeld over 21 ploegen. Voor een opgave van 272 kilometer. Na 15 kilometer kwam de eerste aanval. Die werd gedaan door Luc Govaerts en Gerrit van Gestel. Die twee vrij onbekenden hebben enkele uren voorop gereden met een maximale voorsprong van 8 minuten en 35 seconden. Daarna werden ze teruggepakt. Natuurlijk, zal je haast zeggen, toen het peloton eenmaal ging jagen, dat was na de 115e kilometer, toen was het zo met die twee gedaan. We kregen tussendoor een paar valpartijen met enkele ernstig geblesseerden. En daarna vatten we dus de koers op. Begon eigenlijk het spel echt op de Koppenberg, waar Jan Raas als eerste boven kwam. Bovenop de Koppenberg vormde zich een groep van zo'n 35 sterken. Daaruit werd op de Taaienberg werd tenslotte dus de kopgroep die u hier ziet geformeerd. Zij het dan dat Duclo Lazal door een valpartij achterop is geraakt en is weggevallen. En dat daarbij is gekomen Luc Collijn. 9 man en dit was dus in het kort het verhaal van deze koers tot nog toe. En we wachten op de ontknoping waarvan wij voor u en voor ons hopen dat die spannend zal gaan worden. En dat onze landgenoten daar een rol in zullen gaan spelen. Hetgeen in de verwachting ligt, want natuurlijk met een Raas erbij die gesteund wordt zoals geen ander in deze kopgroep. Met een Raas die bovendien op de toppen van die hellingen bewezen heeft dat er verschrikkelijk veel macht vandaag in zijn benen zit. Die kennelijk geen last meer heeft van de verkoudheid waarover hij nog een paar dagen geleden kloeg en die hem zelfs op vrijdag nog deden besluiten om niet te gaan trainen, maar thuis lekker bij het warme haardvuur te blijven zitten met deze Raas. En natuurlijk met Van der Velde hierbij is er alle kans op succes. Opmerkelijk trouwens, misschien heeft u dat er net kunnen constateren, dat die Luc Collijn, waarover wij u gesproken hebben, die man die later bij die kopgroep is gekomen, dat hij zich daarnet toch maar eventjes brutaal weg op kop meldde van dit leidende groepje. Als wou hij daarmee aantonen van heren, let op, ik ben er ook nog. Dit is Marc Sergeant, nu in laatste positie. Het gekke van die Collijn is, als ik even mag Heinze, het gekke van die Collijn is dat hij dus na afloop van de omloop het volk zei dat als hij daar geen materiaalpech had gehad en niet in een heel slechte positie zat, dat hij met de Wolf en met de Raas bij de eerste zou zijn geëindigd daar. En ja, misschien klonk dat toen een beetje overdreven, maar nu weten we wel beter. Dat is inderdaad zo, maar je moet je blijven afvragen natuurlijk of de extra krachtinspanning die deze Luc Collijn heeft moeten leveren toch niet te veel zou blijken te zijn. Maar goed, de toekomst, de zeer nabije toekomst, zal dat leren. Nabij, want we zijn in Tenderwindeke op 20 kilometer van de aankomstlijn. Dat betekent dat over 8 kilometer koers de kopgroep hier voor de eerste maal de finishlijn in Meerbeke zal passeren om daarna nog een plaatselijke ronde van 12 kilometer te voltooien. 20 kilometer koers in totaal dus nog af te leggen op dit moment. En we zien dat hij kijkt en luistert nu naar ons. Het zal ook voor Gerry Kneteman in zijn ziekbed hier vlakbij in het hospitaal in Gent toch een spannende finale worden. Misschien was hij erbij geweest, wie weet, Kneet. Toen hij vorig jaar toch ook in verschillende klassiekers het beste van zichzelf voor de ploeg gaf. Was trouwens in een goede vorm, Kneteman. Dat toonde hij in de Tirreno. En dat toonde hij vooral in de Middellandse Zee, welke koers hij won, die etappekoers. Hij was in goede conditie, kon weer goed tijd rijden. Maar helaas,
de geparkeerde auto, waarover al veel te doen is geweest, die heeft hij te laat opgemerkt. Wordt trouwens deze week pas aan zijn been geopereerd. En wij hopen en vertrouwen dat deze operatie succesvol zal verlopen, zodat dan het genezingsproces voor Kneteman pas goed zal aanvangen. Hij houdt er in ieder geval de moed in en dat tekent zijn karakter. Het optimisme dat hij altijd heeft uitgestraald moet hem ook in deze dagen over die moeilijkheden heen helpen. 9 man in het laatste half uur van hun, wat ik soms wel Leidensweg mag noemen. Zon licht doorgebroken, u ziet er dan de slagschaduw. En nog altijd geen tekening in wat straks de tactiek van de ploeg van Post moet worden. De tactiek van Jan Raaf, de maître van de ploeg, de commandant, de generaal. Een demarrage, al zouden ze het gehoord hebben, zou je zeggen. Daar gaat een man weg, Ludo Peters natuurlijk. Of is het Raas? Het is Raas. Ik sprak er net over. Kopgroep heeft 5 minuten voorsprong. En de ploeg Post opent de aanval. En als het Raas zelf is, ja, dan zit Ludo Peters, dus het is Jan Raas. Dan is het dus een verrassing van je welste. Daar had natuurlijk niemand op gerekend. Men had natuurlijk gedacht, oh, hij stuurt Peters vooruit of hij stuurt Van der Velde vooruit. Maar nee, de generaal zelf heeft de aanval gekozen. Wacht niet op de eindsprint. En probeert, zoals een paar jaar geleden, 1979, toen hij ook zo'n magistrale solo reed, probeert dus om alleen toe te komen. En wie anders dan Anderson gaat de achtervolging aan, geholpen door Sergeant. Maar Ludo Peters kruipt daar in het spoor van de achtervolgers en gaat natuurlijk het tempo proberen te breken. Jan Raas alleen. Je moet je wel verschrikkelijk sterk voelen, denk ik, om op zo'n moment weg te gaan, 20 kilometer voor de eindstreep. 20 kilometer is natuurlijk altijd 20 kilometer. Je weet dan weliswaar dat in de achtervolgende groep twee van je ploegmaat zitten die er het hunne aan kunnen doen om te voorkomen dat er gauw dat gat gedicht wordt. Maar toch. We kijken weer naar Luc Colijn, die zich vooraan die groep heeft gemeld. Terwijl de voorsprong van Jan Raas, zo meldt men ons uit de koers, zo'n 150 meter bedraagt op dit moment. Was typisch Raas, zo ineens, boem, weg was die. Maar hou je dat vol? Luc Colijn nog altijd aan de leiding van de groep. Johan van der Velde in zijn wiel, die nieuwe ziet u hiervoor. En daar gaat Anderson weer. Natuurlijk, Phil Anderson, hij wil altijd. En onmiddellijk Ludo Peters erachter. Ja, de verwarring is toch tot stand gekomen in deze groep. Men zit elkaar wat aan te kijken. Wie gaat? Wie zal het doen? Af en toe probeert iemand het, maar onmiddellijk is het dan ofwel Peters ofwel Van der Velde die aanklampt. Nu is het Paul Hagedoorn aan de leiding. En ze zullen het toch niet te ver moeten laten komen, terwijl Jan Raas nu 15 seconden voorsprong heeft genomen. Daar gaat Pollentier. Maar ja, weer Peters in zijn wiel. Dat is natuurlijk ook een spel, dat is ook een tactiek. De kopman zelf is weggesprongen en dan moeten die twee andere mannen proberen te voorkomen dat iemand anders de achtervolging daadwerkelijk in kan zetten. Mark Sergeant. En wie? Wie durft? Maar ja, wie echt durft, die is eraan, hè, zou je kunnen zeggen. Van de week vertelde Raas nog, nou ik ben nu tweede en derde geworden. En als dus ik zo vooraan blijf en dit niet blijf winnen, dan wordt het misschien een obsessie voor me. 20 seconden al voor Jan Raas. Dus deze obsessie, daar is nu geen sprake van. Hij rijdt, als hij geen tegenslag krijgt, volgens mij naar een overwinning toe. We moeten nog even voorzichtig zijn, maar de samenwerking tussen deze enkelingen die de achtervolging moeten leiden, die is natuurlijk ook niet zo grandioos. Terwijl daar Raas in zicht komt voor de eerste keer van de vaste camera's bij de finish hier in Meerbeke. Hij kijkt om en hij moet, als hij die finishlijn passeert, nog
12 kilometer afleggen. U ziet het daar in uw beeld geprojecteerd. Nog 12 kilometer straks voor Jan Raas. En de voorsprong is al 30 seconden. Dat is de ontketende man die wij kennen van zoveel successen. Van zijn 5 overwinningen in de Amstel Gold Race. Van zoveel andere triomfen. En kijk maar eens welk een gat hij geslagen heeft. De achtervolgers die zullen hem zo aanstonds uit het zicht verliezen. Vergeet niet dat de telelenzen van onze camera's mee vertekenen. 16 seconden, 17 seconden. Het verschil loopt boven in het beeld mee. Terwijl Anderson opnieuw op de pedalen gaat staan. Er worden wel pogingen gedaan door Pollentier rechts van de weg. En door Anderson links van de weg. Maar daar zit Dudu Peters weer bij. 29 seconden is het verschil. Als Anderson met Peters in zijn wiel en Pollentier in derde positie en Johan van der Velde in vierde positie. Daar proberen om het spel van de achtervolgers toch op gang te krijgen. Niets daarvan. Anderson mag het alleen opknappen. En Pollentier in derde positie blijft zitten. Anderson gebaard. Wat nu? Wie helpt mij? Nou, daar komt Sjerzan. Die gaat het proberen. En Ludo Peters gaat hem halen. Ja, met zo'n rugdekking hoeft Raas weinig vrees te hebben. Om beurten demareren de concurrenten van de postploeg. Maar telkens weer is het Ludo Peters die het leeuwenaandeel van het afstopwerk verricht. Terwijl het mij lijkt dat Johan van der Velde iets erdoor zit. Omdat hij niet nadrukkelijk deelneemt aan het afstoppingswerk. Daar krijgt Van der Velde even misschien wat morele steun van Peter Post. Die rijdt door naar Jan Raas. En de achtervolgers blijven met Paul Hagedoorn voorop. Compact, bij elkaar, voorlopig. Terwijl we een nieuwe poging krijgen van Nulens. Maar weer is daar onze vriend uit België, Ludo Peters, bij. Peters die alles en iedereen terugpakt. Terwijl Raas voorop bouwt waarschijnlijk aan een voorsprong. We hebben gezien, het is rondom 40 seconden. En nu wordt ook Johan van der Welde waakzaam. Want hij weet dat Ludo Peters niet alles kan blijven kanteren. En dat er hulp geboden moet worden. En misschien dat daardoor Van der Velde zijn laatste krachten aanspreekt. Daar in dat clubje motoren en volgauto's, daar bevindt zich Jan Raas. Raas, 30 jaar, in de kracht van zijn leven, heeft al veel gewonnen en is nog van plan veel te winnen. Kijk eens, hoe ontketend deze man is. En dat blijkt uit de voorsprong die 35 seconden is op dit moment voor deze man, Jan Raas. Die het gedurfd heeft om op zo'n 16, 17 kilometer van de finish te demareren uit die kopgroep van 9 man. Ongetwijfeld zijn instructies zal hebben achtergelaten, hoewel voor zover dat dan nog nodig is. Want zowel Van der Velde als zeker ook Ludo Peters zijn natuurlijk zeer geroutineerde wielrenners die het tactische spel in zo'n finale beheersen. En dat is ook de ruggensteun die Raas natuurlijk achter zich weet. Daarom heeft hij het waarschijnlijk ook in zo'n vroeg stadium al gedurfd. En we hebben dat daarnet een aantal malen zeer nadrukkelijk en zeer goed in beeld kunnen zien. Hoe dat in zijn werk gaat. Dat afstoppen van een ieder die uit die achtervolgende groep probeert de sprong naar Raas te maken. Jan Raas dus op een kilometer of 10 van de aankomst alleen aan de leiding in de Ronde van Vlaanderen. 35 seconden voorsprong op een achttal achtervolgers. Waaronder twee van zijn ploegmaats, Johan van der Velde, Ludo Peters. Vanuit de helikopter kunnen we nu redelijk zien hoe groot het verschil geworden is. Raas heeft wel een vorstelijk gat geslagen. Daar is die achtervolgende groep hoor. Met nog steeds en alweer Phil Anderson aan de leiding. Met nog steeds en alweer Ludo Peters in zijn wiel. Het gebruikelijke beeld uit deze groep. Ja, en als die mannen zich niet echt geklopt willen weten, dan zullen ze toch serieuze zaak moeten maken met die achtervolging. Maar het ziet daar op dit moment niet naar uit. Ja, de een beeld voor de ander waarschijnlijk niet. En voor zover er dan weer eentje gaat, dan wordt hij toch weer teruggehaald. 50 seconden inmiddels, de voorsprong van Jan Raas. Dat duidt er inderdaad op dat de esprit in deze achtervolgende groep er niet helemaal is. Dat men niet
datgene doet wat men zou moeten doen als men nog een kans op de eindzege wil maken. Van der Velde. Kijk eens naar zijn gezichtsuitdrukking. Heeft het toch moeilijk. Paul Hagedoren. Volunteer. Ja, het is geen groep waar het van uitstraalt dat ze Raas terug willen halen. Misschien wel willen, maar het kan niet. Ze doen het niet. Mark Sergeant is dit. En daar Peters altijd attent in tweede positie. Terwijl op dit moment dan het Luc Colijn is. Die de meute, nou ja, meute, het achttal aanvoert. Nog een kasseienstrookje gevonden, de organisatoren, de inrichters van deze koers in die laatste fase. Guy Nulens. En Colijn die zich maar weer terug laat zakken naar de laatste positie. En ja, wie kan nog, wie durft nog? Toch klasse hoor van die Raas die eigenlijk de hele koers al, althans vanaf het moment dat de beklimmingjes opdoemden in dit parcours, zich van voren heeft laten zien. De eerste, de beste klim die we moesten hebben, de oude Quaremont, zag hem als eerste bovenkomen. De tweede, dat was de Koppenberg, toch een venijnige klim. Ook daar weer was Raas als eerste boven. Kortom, vanaf het moment dat er een beetje serieus gekoerst moest worden op grond van het parcours, was Raas de man die zich nadrukkelijk van voren liet zien. Inmiddels komt er dan nu een achtervolgende groep hier aan onze commentaarpositie voorbij. Een groepje dat op hele grote achterstand natuurlijk van Raas en ook op grote achterstand van dit achttal fietst. Het groepje der kanslozen. Vanuit de helikopter gaan we weer vanuit die groep op zoek naar de leider in de wedstrijd. En dat is, u weet het, Jan Raas. Sterkste man, absoluut met afstand in deze ronde. Onbetwiste zegen als hij straks erin slaagt om hier winnend de finish te passeren. Niemand zal dan enige vorm van kritiek kunnen uiten zoals de jongen van der Aarde deed toen hij over de finish ging in Milan Sanremo, op de Via Roma in Sanremo. Toen zei hij, ja, de grote hadden niet aanvalspak gesloten. Raas heeft aan alle discussie hier op deze dag een einde gemaakt. Hij heeft zich een koning van de klassiekers getoond, zoals hij wel eens genoemd wordt, omdat hij al zoveel gewonnen heeft. 5 keer de Amsterdam Gold Race, de grote herfstprijs, Parijs, Brussel. Een ronde van Vlaanderen heeft hij alles op zijn naam gebracht. Milan Sanremo heeft hij gewonnen. Omloop het volk, hij werd wereldkampioen voor eigen volk, weet u het nog, in Valkenburg. En nu dan een nieuwe parel aan de keten, als ik het wat plastisch mag uitdrukken, maar wielerliefhebbers zijn vaak emotionele mensen en zij die dit zien, deze krachtsinspanning zien, de macht die uit deze dijen komt, vergeet niet dat hij al bijna zeg maar 6 uur en 3 kwartier op de fiets zit en dat hij dan nog dit tempo ontwikkelt, alleen heeft aangedurfd om weg te gaan. Nou, daar moet je respect voor hebben. En vergeet niet dat hij nu een zeer grote versnelling draait. Het beentempo lijkt niet te hoog, maar hij gaat nog hard, want per omwenteling wordt er zo'n 9 meter en 9 meter plus afgelegd. Jan Raas, zo hebben we hem dikwijls gezien. Alleen in zijn strijd tegen de anderen. Krijgt nu even van Peter Post te horen hoe groot zijn achterstand is. Ik denk dat hij rond 1 minuut schommelt. Die twee hebben zo al vaak in de laatste kilometers van een koers die een groot succes werd met elkaar gesproken. Toch blijft die spanning natuurlijk erin. Houden die twee fragiele bandjes waarop Raas op weg is naar Meerbeke, houden die het? Blijft die ketting goed lopen? Je weet het maar nooit. Want een minuut is niet veel. De anderen staan natuurlijk niet stil. Het tempo schommelt nu rond 50 kilometer per uur. Dat mogen we zeker aannemen. En de inspanningen van de man uit Zeerenhoek die zijn zeer groot.
Hij krijgt deze overwinning niet voor niks. Hij zit nu te lijden. Hij zit nu af te zien. Zijn lichaam vraagt natuurlijk om op te houden. Maar zijn wilskracht tilt hem over die prikkels heen, die pijnprikkels heen. Maar zo is hij op weg naar Meerbeke. Jan Raas, 30 jaar oud, na al een rijk wielerleven, achter de rug te hebben, bouwt aan een nieuw hoogtepunt. Een hoogtepunt omdat u weet dat de Ronde van Vlaanderen met Milan-San Remo en Parijs-Roubaix eigenlijk behoort tot de absolute top 3 van de wielerklassiekers. Alleen de echte groten die winnen dit soort koersen. Met uitzondering van bijvoorbeeld vorig jaar toen René Martens hier won, een man van het tweede echelon. En Raas slechts als 13e finishte. Maar toch, als de koers hard is, als er echt gereden wordt, als er dus een vlucht wordt gepland die draagt vanaf zeg maar de Koppenberg 121 kilometer lang, zit deze man al voor in de slag. Als zo gekoerst wordt, dan blijven alleen de allergrootste over. En tot die allergrootste behoort Jan Raas. Mocht het tot een overwinning komen voor Raas, dan betekent dat zijn vierde eerdeplaats in de Ronde van Vlaanderen. Hij won hem in 1979. In 1980 finishte hij als derde, achter Pollentier en achter Moser. En in 1981 was hij opnieuw derde, toen achter Henny Kuiper en Frits Piraar. Toen dus een volledig Nederlands succes in die Ronde van Vlaanderen. En nu dus, in 1983, lijkt Jan Raas op weg naar zijn tweede zege in de Ronde van Vlaanderen. En dat is een opmerkelijke prestatie. Er zijn in de geschiedenis van de Ronde van Vlaanderen niet zo gek veel renners die hem meerdere malen hebben gewonnen. Natuurlijk bestaan ze wel, maar echt groot is het aantal niet. Maar als Godefroot bijvoorbeeld, die u daarnet even in beeld geïnterviewd zag worden, heeft hem ook twee keer gewonnen. Opmerkelijk daarbij is dat daar 10 jaar verschil tussen zat. En Jean duidt aan dat Magni, de Italiaan, 3 jaar op rij 49, 50 en 51 winnaar was van de Ronde van Vlaanderen. Opnieuw Peter Post die zich voegt aan de zijde van zijn kopman. Het seizoen begon voor Raas al erg goed. De eerste de beste koers won die. Dat was voor in de maand februari. Toen hij de grote prijs van Bessange op zijn naam schreef. En ook toen won die al met 25 seconden voorsprong op de rest van het gezelschap. Daarna heeft hij zijn tweede overwinning behaald in Kuurne, Brussel-Kuurne. Een semi-klassieker over 203 kilometer. En van de week won hij voor de derde keer. De eerste etappe, zoals gezegd, van de pannen, die finishte in Mol. En dat was een massasprint, zoals hij vroeger zo kon in de Tour de France, toen hij op rij etappes won. En de voorsprong van Raas is 1 minuut en 40 seconden. Geen twijfel meer dat deze man, die nu met deze voorsprong zelfs een lekke band gemakkelijk kan verwerken, de 67e Ronde van Vlaanderen gaat winnen. En wij hebben daar geen moeite mee. Niet alleen omdat er een voorbeeldig sportman is, die goed, altijd heeft geleefd voor zijn vak, anders kun je niet zoveel jaren aan de top staan. Maar ook omdat hier duidelijk weer eens een man heeft gewonnen die zeg maar in de hele koers zijn stempel op het gebeuren heeft gedrukt. Hij forceerde de afstand en de gaten die vielen in de groep op de hellingen. En hij blijkt ook op het vlakken nog zoveel macht te hebben dat hij na zoveel uren koers gewoon alle aanvallen, en die zijn er toch geweest, we hebben ze gezien, hoe vaak heeft Ludo Peters niet moeten pareren, een Sergeant, een Anderson, een Pollentier, ze zijn er dus geweest. Hij is dus in staat om alleen voorop te blijven. De lucht nu blauw, dat is voor het eerst vandaag. Je zou haast zeggen, niet alleen breekt voor Jan Raas straks de zon door, maar ook voor ons. En voor de toeschouwers die zich hier in Meerbeke aan de finish hebben verzameld. Toch weer een paar duizend. Hoewel natuurlijk ook velen de directe reportage volgen. Steeds meer renners komen hier binnen en staken de strijd. Die
maken deze plaatselijke ronde van 12 kilometer waaraan Jan Raas nu bezig is niet eens meer af. Daar loopt een lekker band leeg, de achterband van Jan Raas, als ik het goed gezien heb, die leek mij aan leeglopen toe. Het kan ook gezichtsbedrog geweest zijn. We zullen het zien. Blijft hij op de fiets of gaat hij van wiel wisselen? Ik dacht het even te zien, maar het kan ook gezichtsbedrog geweest zijn. In ieder geval gaat hij voorlopig door. En weer zoomt de camera in op dat achterwiel. Even kijken. Nou, hij lijkt me nog hard genoeg om ermee door te gaan. Raas kijkt weer, wacht op zijn ploegleider. Als een auto van die ploegleider, in dit geval van Peter Post, even langzij komt, dat betekent toch altijd even weer een paar seconden dat je kunt profiteren van de zuiging van zo'n automobiel. Dat betekent toch weer even dat die spanning van de spieren wat afneemt. Want hij moet natuurlijk nog altijd verschrikkelijk afzien om die voorsprong te houden. Maar die voorsprong groeit, dat hebben we gezien. Loopt naar de 2 minuten. Dat betekent dat Pollentier en Anderson en Mark Chagant en Nulens en Hagedoorn en Colijn, dat die echt de zaak hebben opgegeven. En dat zij erin berusten dat Jan Raas deze Ronde van Vlaanderen gaat winnen. En hoe anders loopt dan het prille klassieke seizoen dan eigenlijk vergeleken met vorig jaar, toen zowel Milaan-San Remo in Marc Gomez als de Ronde van Vlaanderen in René Martens winnaars kenden van, ja, zeg maar de tweede categorie. En dit jaar is dat dan heel anders, met een Giuseppe Saronni die in zijn wereldkampioenstrico Milaan-San Remo wint. En Jan Raas die hier nu op weg is naar de overwinning in de Ronde van Vlaanderen. En voor de wielersport is het denk ik beter dat het zo gaat. We zagen net finishen Aad van den Hoek, die ook hier afstapt. Weet, hij behoorde tot de ploeg van Post jarenlang. Maar hij kende een zwakte in de Ronde van Zwitserland, ging vroegtijdig naar huis. En dat heeft hem eigenlijk een beetje zijn contract gekost. Het is dringen in die ploeg van Post. Hij is niet eens met de allersterkste formatie hier naartoe gekomen. Als ik bedenk dat een Peter Winnen en een Theo de Rooij er niet bij zijn. Dat Adje Wijnands hier ook niet is. Hij rijdt trouwens in de Ronde van Amerika, die van de week van start gaat, USA. Dan is dit succes des te opvallender. Wij gaan beleven de triomfale binnenkomst van de winnaar van de Ronde van Vlaanderen, Jan Raas. Nog even en dan is hij er. Dan heeft de beste man uit de koers gewonnen, die 120 kilometer lang in de frontlinie kon en durfde te strijden. Daar is moed voor nodig en daar is kracht voor nodig. En ik denk dat Raas vandaag beide had, dat hij die moed putte uit de kracht. En dat hij ook niet getwijfeld heeft aan wat hij moest doen. Niet afwachten de eindsprint. Hoewel Raas deze week nog een massasprint won in de pannen. Daar komt hij. En het applaus van het publiek is voor hem. Jan Raas wint de 67e Ronde van Vlaanderen. En de bloemen die hem straks wachten, die, het zou mij niet verbazen, zullen ongetwijfeld vanavond worden bezorgd aan het ziekbed van Gerry Kneteman in Gent. Dat immers was door de mannen van Post eerder al aangekondigd. Wanneer maakt uit de groep 1 minuut en 20 is het geleden dat Raas finishte. En we gaan kijken naar de tweede positie, de sprint om de volgende ereplaatsen. En het gaat Ludo Peeters worden die hier als tweede binnenkomt. Daarmee het complete succes voor de ploeg Post verwezenlijkend. Mark Sergeant op de derde plaats. Dan Luc Olijn.